En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het leven is duur tegenwoordig. Op alle gebieden blijven de prijzen maar stijgen en vooral de energiekosten rijzen de pan uit. Nu komt de regering met een aantal steunmaatregelen. Zo komt er een lagere energiebelasting op elektriciteit, een hogere teruggave op die energiebelasting en een lagere btw op bijvoorbeeld aardgas. Maar is dit wel genoeg? Wat vinden de marktbezoekers van deze steunmaatregelen? Ja, ik vind het. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik vind het laag. Ja, ik vind dat het. Dat er zoveel mensen in de rotte gaat zitten. Ja, en dat er zoveel naar het buitenland gaat. En dat de eigen mensen het gewoon veel harder nodig hebben, punt. Ja, dat werd hoog tijd. Ja? Ja. Maar is dus genoeg? Nou, ik ben over de ouderen niet tevreden. Wat vindt u van de steunmaatregelen van het kabinet? Ja, veel te laat natuurlijk. Ze lopen achter de feiten aan, is gewoon zo, al een paar jaar eigenlijk. En als je de toeslagen, Groningen, alles bij elkaar kijkt, ja, dan zeg ik, meneer Rutte, stap alsjeblieft op. We moeten het nog maar eens kijken of het allemaal nagekomen wordt. Ja. Ja. Dus twijfel daarover? Meestal wel, ja, want dan zit er vaak een addertje op het gas. De ene keer halen ze het, groeien ze het erbij en de andere keer halen ze het eraf van een andere wet. De hele inflatie, ja, is veel groter dan alleen maar nu iets doen. En ik vind het klimaat bijvoorbeeld vele en vele malen belangrijker. Want daar praten we niet over, maar dat vind ik belangrijk. Wat vindt u van die begroting? Wat vindt u wat ze van plan zijn? Ik heb ze niet allemaal bestudeerd, maar die 10% AOW heb ik in mijn achterhoofd. En die mag morgen al uitbetaald worden. Ja, maar volgens mij zijn er al 13 afgehouden. Ja, maar veel meer. Veel meer. Maar laat die 10% eerst bekomen. Wat zouden ze nog meer moeten doen, volgens u? Wat zouden ze nog meer? Ja, meer voor de mensen zijn, hè? Ja. Ze zitten nu een beetje voor de eigen belang. Het staat allemaal een beetje de eigen tuintje te verdedigen, wat ook logisch kan zijn. Ja. Maar dat vind ik wel. Daarom hebben de mensen er ook geen vertrouwen meer in. Nee. Omdat je het niet voelt en ook niet vaak ziet van, wij zijn er voor jullie. Nee. Dat vind ik niet. Nou ja, kijk, ik vind sowieso dat er niet zoveel naar de EU moet. En ga zo maar door. Eerst eigen volk helpen. Nu komt er bij de AOW 10% bij. Ja. Is dat niet prettig? Jawel, dat is wel prettig. Maar ik denk dat je er toch nog tekort aan komt. Beloftes. Maak ze eerst waar. Ze hebben ook een keer beloofd, 1.000 euro. Hebben we ook nooit gehad. De zorgmedewerkers hebben ze een hoop geld beloofd. Hebben ze ook nooit gehad. Ja, ze beloven een hoop, maar dan moeten ze het ook waarmaken. Ja. En als ze dat doen, nou dan zijn we allemaal tevreden mensen. Ja. Maar als u nu in de portemonnee kijkt, is de bodem dan in zicht, om dat zomaar te zeggen? Wat sommige mensen ook wel zeggen. Nou, de bodem is gelukkig nog niet in zicht. Maar ik wil zelf, al is het dan de vraag, zonnepanelen. Ja, moet ik daar nog aan beginnen? Is het financieel aantrekkelijk? Ja, dat is het, hè? Dat is het. De leeftijd, hè? Is de leeftijd, ja. Van, is het nog, loont het zich nog om het te doen? We hebben wel een eigen huis en alles. Dus het is goed op het zuiden. Dus het zou ideaal zijn. Heb je nog vertrouwen in deze regering? Nou, niet zoveel. Nee? Nee. Wat voor cijfer geeft u? 7. Dat is nogal. Dat is nogal. Is het nog hoog? Als ik al de 7 had gehad met mijn eindexamen, was ik geslaagd. Ja.